En welkom. Vandaag dacht ik van, kom, we gaan eens een keer Assassin's Creed 2 spelen. We hebben sowieso net zo'n discussie gehad of mensen vroegen of ik daar niet te oud voor was. Toen moest ik er even duidelijk maken, Assassin's Creed wat meer is dan alleen maar een vechtspelletje. Maar dat, ja, het speelt zich af in 1440. En wat je hier ziet is Venetië. In 1440. Waar een aantal politici en geestelijken strijden om de macht. En in dit geval dan de Medici en de Borgia's. En dat is allemaal echt. Ik bedoel, het is allemaal echt gebeurd. Er is wel wat bijverzonnen. Hè? Je hebt een soort Apple of Eden dat dan door aliens is gebracht, maar afgezien van dat is alles wat in het verhaal gebeurt echt gebeurd. Zelfs de assassins hebben echt bestaan. Dat is trouwens het woordje has van afgeleid. Want officieel heten ze de assassins. En het verhaal gaat dat voordat de assassins vroeger zeg maar gingen moorden, rookten ze zich eerst van de has. Maar dat wordt in dit spel dan weer niet verteld. Dat zal wel komen omdat het een Amerikaans spel is. Dat wil zeggen, het is eigenlijk een Frans spel. Hè? Ubisoft is een Frans bedrijf. Maar goed, ik ben dus zo'n assassin. En ik moet een aantal mensen vermoorden die voor de Tempeliers werken. Die dus iets hebben gestolen. Waardoor bepaalde politici en geestelijke aan de macht kunnen komen. En dat moet ik verhinderen door dus zeg maar die sleutelfiguren om te brengen. Dan ga ik eerst maar eens naar beneden springen. Misschien kan ik op dit knopje drukken. Ja. Dit is het Venetië van 1400. Er zijn dus een aantal verschillen met het echte Venetië. Onder andere de torens waar ik op sta. In 1400 had die allemaal bijna plat dak. En tegenwoordig hebben die torens allemaal een soort koepeldak gekregen. Ja, dus dat soort verschillen zijn er wel. Er zijn ook een aantal gebouwen niet meer in Venetië. Omdat er ondertussen wel een aantal zijn afgefikt en een paar zijn bijgebouwd. Dat was de Leap of Death. Maar ik vind het dus heel erg leuk om naast te vechten, dat vertel ik dadelijk al even, ook gewoon rond te lopen in Venetië. Omdat je dus precies ziet hoe het in die tijd was. Het is allemaal uitgezocht. Dus alle kleren die je ziet, zijn de kleren die ze in 1400 droegen. De schoenen waar ze op lopen, zijn de schoenen uit 1400. En dus sowieso wilde ik altijd weten hoe ze zeg maar in 1400 in de middeleeuwen schoenen maakten. Want de technieken die er toen waren om zeg maar schoenen te maken, waren niet zo ver gevorderd als tegenwoordig. Dus hoe deden ze dan met zolen? Hadden schoenen vroeger bijvoorbeeld hakken? Weet je wel, dat soort dingen. En dan blijkt dat vooral in de middeleeuwen schoenen meestal bestonden uit één deel leer. Dat dan om je voet werd gevouwen. En dan liepen mensen die tijd wel eens bedevaart. Hè. Die gingen dan naar de heilige landen. En die schoenen waren lang niet zo stevig als tegenwoordig. En dan was het meestal zo dat tegen het einde van hun bedevaart ze blote voeten aankwamen. Dit is een Venetiaanse dokter. En de reden waarom hij zo'n snavelmaal heeft, nee, dat hadden die dokters echt in die tijd, is omdat dat zeg maar zich afspeelt in de tijd dat er de pest was. En het hele pak is zeg maar om die dokter tegen de pest te beschermen. En in die snavel, dat moet je eigenlijk meer zien dan een soort gasmasker. In die snavel hadden ze een kruiden zitten, die zeg maar de geur van lijkenlucht verdreef, maar tegelijkertijd ook zeg maar hun beschermde tegen de pest. Dat wil zeggen, dat hoopten ze dan, hè? Dus ja, het heeft dan een vogelsnavel, maar het is dus echt, zeg maar,
Een middeleeuws gasmasker, daar kun je het beste mee vergelijken. Nou, ga eens kijken wat voor opdracht ik heb. Nou. Assassin's Creed is een beetje een free running game. Je kan hierin rennen. En je kan klimmen. Dus we gaan klimmen. En de manier waarop je klimt is zeg maar heel vaak een puzzeltje. Ik word gezien. Er staan wachters op de daken, daar heb je er een. En als die wachters zeg maar naar mij kijken, dan zien ze me ook echt. En dan gaan ze me aanvallen. En dus naast dat dit een free running game is en een klim game, is het dus ook een vechtgame. En daarvoor heb ik een aantal wapens. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn zwaard. Waar is mijn zwaard? En de eerste keer dat ik Assassin's Creed speelde, ja, kon ik eigenlijk alleen maar slaan. Ik kon alleen maar hakken. Want het was best wel even een tijd om te leren hoe je vecht. Je vecht onder andere zo. Ja. Maar bedoel, in echte gevechten heb je heel vaak wel 10 mensen om je heen. Die allemaal met harnas aan en zwaarden en bijlen met je vechten. En dan is het niet zo makkelijk om zomaar even die toetscombinaties te onthouden. Hè? Bijvoorbeeld, je kan slaan, je kan hard slaan, je kan hakken, je kan afweren. Je kan afweren en terugslaan. Je kan combos doen, dus verschillende hakken tegelijk. Je kan iemands wapen afpakken, je kan iemands knieën doortrappen, je kan iemand vastgrijpen en in elkaar slaan, je kan iemand vastgrijpen en wegduwen, je kan iemand uitdagen. En dat zijn allemaal toetsencombinaties. En als je tegen 2 of 3 mensen vecht, ja, dus als ik ga oefenen door met 2 of 3 mensen te vechten, hè, computermensen dan, dan langzaamaan leer je wel hoe je dat doet, maar in het begin, als je het spel voor de eerste keer speelt, ja, dan komen al die aanvallen te snel. En het enige wat je dan doet is wild op de knoppen drukken in de hoop dat je wel per ongeluk een goede combo maakt. Het is niet zo dat ik nu iedere keer perfect een combo maak en iedere keer meteen iemands wapen af kan pakken ofzo. Maar wel steeds beter. Dus er komt niet echt een hele dimensie aan het spel bij. Vooral omdat elk wapen dat ik heb, dat was mijn Hidden Blade. Elk wapen dat ik heb, zeg maar, andere moves heeft. Dus je vecht anders met een zwaard dan bijvoorbeeld met een dolk. En je vecht anders met een hamer bijvoorbeeld. En je hebt wel 10 verschillende wapens. Uiteindelijk heb je dus wel 100 verschillende moves die je kan maken. Afhankelijk van welk Hidden Blade. Ja, moet je maar achter kijken, hè, schat. Er zijn wel veel archers, dus ik zal er eerst even een paar gewoon pakken. Ik vind dat ze wel iets te lang wachten. Maar dan zal ik dadelijk met eentje gewoon zonder wapens gaan vechten, met blote vuisten. Dan zal ik gaan proberen om hem met zijn eigen wapen te doden. Maar dan moet even een paar van die Engels weg. Want die gaan namelijk in mijn rug schieten. Zo. Ga ik over vuisten. En als hij dadelijk zijn zwaard pakt, ga ik proberen zijn zwaard af te pakken. Oh, hij heeft een hamer. Nou, dat wordt niks. Als je valt, dan hebben we er niks aan natuurlijk, hè.
Kijk, daar ligt hij. Ja, daar staat er nog alleen. Ik kan het wel even bij hem laten zien, hoop ik. Zie, dan heb ik zijn zwaard. Ja. Ja, dat was dus een toetscombinatie. Hè? Dus eigenlijk... de actiontoets en de slaantoets. Maar dan moet je de slaantoets indrukken. Op het moment dat hij toe gaat slaan, en op dat moment pak je hem in zijn wapen af. Wow. We hebben toch even geluk dat daar water was, zeg. Kijk, nu zwem ik. Kan ik onder water zwemmen? Kunnen ze me ook niet zien. Van die geinigheidjes, bijvoorbeeld ook een tijd leeuwen daar. In het begin sprong gewoon het water, maar ik kan tegenwoordig ook duiken. Hè? Ja. Duiken, zei ze, laat eens zien. Zijn dat? Hij ging voorover het water in. Ik kon een boot afpakken. Ik kan ook mee varen. La donna mobili. Ah, hup. Ik was een glitch heb. Ja. Oké. Dan ga ik nog de verkeerde kant op. Je kan heel goed vakantie vieren in Venetië als je zo'n spel bent. Je hoeft niet alleen maar te vechten. En afhankelijk van mijn stemming doe ik dat dus ook. Dit deed ik ook altijd in Grand Theft Auto. Ging ik gewoon, ja, kijken. Ik heb met dit soort games ook altijd een beetje gevoel achteraf als ik het gespeeld heb dat ik er ben geweest. Ja? Dat noemen ze dus ook full immersed gaming. Dus ben ik in Assassin's Creed ook in Damascus geweest. En ja, ergens in mijn herinneringen wordt het een beetje vaag van... heb ik nou echt in Damascus rondgelopen of alleen maar in het spel? Ik bedoel, ik weet natuurlijk dat ik het alleen maar in het spel heb gedaan, maar... Omdat het allemaal zo realistisch is en je zeg maar zo'n... Ja, zo'n goede interactie zeg maar hebt tussen het spel en jezelf... Is het echt de next best thing, hè? Als je geen geld hebt, of je kan om andere redenen niet naar Venetië gaan, en je wilt toch eens een keer... Ja, een beetje dat Venetië ervaren. Nou, dan kun je dit eens gaan doen. Misschien zelfs met zo'n 3D-brilletje op. Ja, bedoel... Blijkbaar. Ik moet naar Hemmy.
En sowieso, als je naar het Venetië van 1400 wil, dat kan alleen maar op deze manier. Ja, en als ik zeg trouwens brilletje, je hebt dus brilletjes. En dat zijn niet brilletjes zoals bij 3D-tv's, maar er zitten zo gewoon schermpjes in. Als je die opzet, dan zit er een accelerator in, net zoals op een tablet. Waardoor als jij dat brilletje opzet en je kijkt naar links, en dan weet de computer dat je naar links kijkt. En dan draait het beeld dus mee, dus je kijkt echt met je hoofd naar links. Om te zien wie er van links aankomt. Of je kijkt omhoog. Om te kijken wie er van boven aankomt. En op het moment dat jij je hoofd omhoog draait, dan kijk je dus ook echt letterlijk naar de lucht. Nou, dat geeft helemaal het gevoel dat je er echt bent. Laat eens los. Vind ik mijn plek maar niet. Even kijken, misschien is het gewoon aan de andere kant van het huis. Zo, daar zijn we weer. De batterij viel uit. Terwijl ik omhoog klom, had ik eigenlijk helemaal niet door waar ik was. Ik ben op het San Marcoplein, dus zeg maar het grote plein in Venetië. En dat daar, die kerk, dat is de basiliek van San Marco. Ik kwam trouwens van dat dak daar, maar ik ben er vast doorgelopen. Okay. Deze toren hier is eigenlijk gewoon een vuurtoren. Ja, want het is een eiland, Venetië. Maar dit is de basiliek van San Marco. En je ziet hiervoor, als het goed is, moet ergens paarden te zien zijn. Net even nagecheckt. Die paarden die zijn buitgemaakt tijdens een kruistocht. Die staan hier op de kerk. En zelfs Napoleon heeft ze een tijd geleden gejat en toen op zijn Arc de Triomphe gezet. Maar dus ze zijn weer terug. Maar nu zijn we dus in 1400. En in die kerk heb je ook een opdracht. Dan moet je een tombe vinden. Maar ik weet niet of dat deze opdracht is. Want het is een jaar geleden dat ik Assassin's Creed heb gespeeld. We zijn in ieder geval vlakbij mijn opdracht. Op 83 meter. Dus ik kom er dadelijk wel achter. Niet omhoog klimmen, schat. Je moet op die balk gaan. Ja. Daarom kwamen ook zoveel boogschutters tegen. Dat zijn dus de bewakers. En het heeft eigenlijk niet zoveel zin om die allemaal af te slachten. Want als dadelijk de opdracht begint, zet het spel ze eenvoudig gewoon weer terug. Maar ja. Was een goede oefening geweest. De zee. Ja. Lido is hier niet te zien. Dat hebben ze eenvoudigweg niet gemaakt. Maar wel het eiland achter, achter Venetië. Waar ze onder andere een Aldi hebben. Dus als je naar Venetië komt, moet je maar eens naar de Aldi. Dat is ook wel leuk. Die kerk hè, op het San Marcoplein. Dat plein, toen ik echt in Venetië was, stond dat onder water. Ik was met mijn moeder. Venetië is namelijk net zoals Amsterdam op palen gebouwd. En die palen die zijn ondertussen al meer dan 1000 jaar oud. Die zijn aan het rotten. En daardoor zakt Venetië ongeveer een centimeter per jaar. Waardoor als het vloed is, zeg maar als het hoogwater staat, dan loopt Venetië, of in ieder geval een gedeelte van Venetië, onder. Maar ze zijn al aan het renoveren hoor. Ze zijn aan het uitgraven en het verhogen. Dus komt allemaal wel goed. Maar soms staat er dus gewoon een halve meter water. Dan hebben ze allemaal stellages gebouwd. En dan kun je op die stellages toch die kerk in. Maar ik had zoiets van, dit moet meemaken. Dus ik ben gewoon in het water gesprongen in september. En dus vanuit het water allemaal foto's gemaakt. Ik weet niet waar die foto's op dit moment heb. Dus ik kan ze niet laten zien.
verdedigen deze heren hier? Ja, dat ziet u goed, ja. Ik ben een assassin. Kijk, ze kijken echt naar je. En als je dus zeg maar een paar schermutselingen hebt gehad. En ze kijken dan naar je, dan slaan ze alarm. As am I. Perhaps you arrive with the others. Walk with me. Walk with me. Talk with me. Tell the Templars to eavesdrop on their meeting. Ik moet ze dus achtervolgen. En nu mag ik dus niet gezien worden. Maar ik moet dus verder niks doen. Ik moet ze alleen maar achtervolgen. Klinkt makkelijker dan het is, hoor. So, I'll go things in the past. Honestly, it's difficult. Dus ik moet hem dus altijd stoppen. Ja. Dan moeten we dat niet doen. And you must work hard. I understand. That's harder than I expected. And why is that, Carlo? I don't know. He just... Kadosh doesn't like it. I wonder why. It's not my fault. I keep trying to please him. I learn what he craves and I have it delivered. The finest jams from the orchards of Sardinia. The newest fashions from Milano. Yes, and that's called being a sycophant. A what? What did you call me? A doormat, a flatterer, a bootlicker. Need I go on? Bastard, you don't know what it's like. You don't understand the pressure in there. Oh, I don't understand pressure. Yeah? No, you have no idea. Come on. Government officials. Ring. Snap dat ik. Nee. Dit is een glitch. Oei, 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 oei. Dit is een glitch. Is dit een glitch? Kom omhoog. Ja, dat ging even mis. Ik was ergens waar ik helemaal niet kon zijn. So, I'll go things in the past. Ja, overnieuw. Honestly, it's difficult. Monsignor keeps his circle closed. I've tried to lay the ground, making suggestions. But he has other voices at his ears. And you must work hard. You must become part of his inner circle. I understand. But it's harder than I expected. And why is that? How was it just? I don't know. He just. Nou speelt het spel vals. Wat ik moet doen is blenden. Dus zeg maar tussen groepjes mensen in gaan lopen. Dan word ik grijs. Dan lijkt het alsof ik één van de mensen ben. So, how go things in the past? Honestly, it's difficult. Monsignor keeps his circle closed. I've tried to lay the groundwork, making suggestions, but he has other voices at his ears. And you must work hard. You must become part of his inner circle. See, I understand. But it's harder than I expected. See? And why is that, Carlo? Nu ga ik op in de menigte. I don't know. He just... Kadosh doesn't like me. I wonder why. It's not my fault. I keep trying to please him. I learn what he craves and I have it delivered. The finest jams from the orchards of Sardinia. The newest fashions from Milano. A sycophant.
What? What did you call me? A doormat. A flapper. A bootlicker. Need I go on? Kijk, er zijn soldaten. Bastard. You don't know what it's like. You don't understand the pressure in there. Die gaan vechten natuurlijk als ze hem zien. Nu loopt er een timer. Ik moet weer zicht hebben op ze. Oh, die timer is afgelopen. Nu zie ik ze weer. Nou. Dat is absurd. Gaan we toch de goede route volgen. Honestly, it's difficult. As the eagle keeps his circle closed, I tried to lay the groundwork of making suggestions, but he has other voices at his ears. Then you must work hard. You must become part of his inner circle. See, I understand. But it's harder than I expected. And why is that, Carlo? I don't know. He just... Doge doesn't like me. I wonder why. It's not my fault. I keep trying to please him. I learned what he craved and I have it delivered. The finest jams from the orchards of Sardinia. The newest fashions from Milano. Yes, that's called being a sycophant. Zijn ze nou? What did you call me? A man. Need I go on? You don't know what it's like. You don't understand the pressure in there. Oh, I don't understand pressure. No, you have no idea. You are a government official. I'm two steps from the Doge himself. I am beside him day and night. You wish you could be where I am. Are you done? Hardly. You listen to me now. I am close. The Doge can be recruited to our cause, I'm sure of it. Just, I need a little more time. Time is not a thing we Don't be such a little girl. Buongiorno, Carlo. Signor Carlo. We thought Emilio would be with you. Emilio is dead. What? The assassin, the same one who hunted down the Pazzi, is here in Venezia. E così? Silvio, did you not know? He could be anywhere. He could be here right now and we might not even know. He struck Emilio inside his own palazzo. And so? What of our plans? There is no longer time for subtlety, my brothers. We must act now. But Marco, I'm so close. A few more days, if I can just... No. It happens this week. We should keep moving. It happens this... What does the Spaniard have to say this change of plan? You can ask him yourself soon enough. He's here? From Roma? So I've heard. Good. Perhaps he's made a decision. About what, cousin? About which of us shall step into the robes of the Doge, cousin? I didn't know there was a decision to be made. Surely the choice is obvious to all. Obvious indeed. Should be the one who organized the entire operation. One who came up with the idea of how to save the city. Don't let them get away! There is no lack of value in tactical intelligence, Quicksilver.
but it is wisdom I need to rule. Do not speak otherwise. Calma, calma, amici. Please. There's no need for this. You know it's not up to either of you. For all we know, you may not even choose my life. Dat heb ik toch bijna ontdekt. And why not me? I'm the one who stuck all the hard work. Are you sure he's coming? Yes. We zijn er binnen. Come on. Doe dit nou niet. Rodrigo Borgia. Forgive us, my Borgia. We wish only to serve. The plan is this. Doge Mocenico will fight tonight. And once the deed's been done, Marco shall take his place. Vi ringrazio umilmente, my good. Messer Grimaldi, you are closest to Mocenico. You work for Mosca Marco. Serve us well, and it won't be forgotten. Walk with me. And talk with me. I got hand in blood, but you understand. It must appear to all that you go to my room. Certo, maestro. When are you closest? I have full runs. He may not care to hear what I have to say. He trusts me by now. Then I want you to infiltrate the kitchen. Shit. So be it. Marco, if you furnish us with a suitable toxin to chop for this. I defer to my cousin. That is really his name. Silvio. I am at your service, my son. What can you bring to get this done? I will confer with my associates in the streets, but chances are good that I can procure some catarata. Yes, and what is that? It is a most effective form of arsenic, and difficult to trace. Might have to deal with this one. Then it's this side. Door ze vallen, dan zien de soldaten dat. Forgive me, maestro, but is this not perhaps a tad dangerous for you? Involving yourself so intimately with the minutiae of our plans. I feel the need to involve myself more directly. The Pazzi disappointed us in Firenze. I pray you will not do the same. Do not worry this time. The Pazzi were a bunch of foolish... The Pazzis were a potent and venerable family, reduced to rubble by one young assassin. Do not underestimate this troublesome form. Who now haunts your city. But the same fate will befall the Barbarico.
I want this done promptly. Bene, I must return to Roma. Time is of the essence. Do not fail us. Tja. I should have kept my eyes on them. I need to go and see Antonio if I have any hope of salvaging this mess I've made. Nou weten we dus wat ze willen doen. Ik sta nu trouwens op Rialto. In Venetië, want tegenwoordig is die van steen. Maar in 1400 is die dus nog van hout. Even kijken, waar moet ik naartoe? Hier moet ik naartoe. Oké, even op de kaart kijken. Oh, ik moet weer naar Palazzo. Palazzo heb ik al veroverd. Daar had ik eerst een filmpje van, toen viel de camera uit. Maar goed, we gaan naar Palazzo. Dan kunnen we gewoon over de brug heen eens even kijken. Soms dan kan hij bepaalde dingen niet. Dan moet ik springen. En dan laat hij dat niet toe. Oeps. Nee, ik ben gezien, ik moet er vandoor. Naar boven. Zijn hier wachters? Er is hier een wachter. Moet ik eerst uitschakelen. Ik ben godverdomme, ja. Hier hebben we plaats zo meteen. Dat is water. Dus hoe komen we er niet? Nog een water. Pindakaas. Maar goed, Palazzo is toch van ons, dus ik kan gewoon via de voorgang. Desolato, mia cara, but I am not here to play. I must speak with Antonio. It's urgent. Antonio! Ezio's here! Ezio, is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbarigo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge and replace him with one of their own. They will have all of Venezia. An entire fleet in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impenetrable. This is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. Discover a way to infiltrate the palazzo. Why not?
business with the Doge. Terrible. Though, treachery like this no longer surprises me. When I was a child, we were taught that the nobles were just and kind. I believed it too. Though my father was only a cobbler, and my mother a scullery maid, I aspired to be much more. I studied hard. I persevered. But the nobles would never happen. If you are not born one of them, acceptance is impossible. So I ask you, Ezio, who are the true nobles? Men like Carlo Grimaldi and Marco Babarigo. No, I say we are the kings. Hier ook, zie een groen puntje, daar moet ik naartoe lopen. While we work to save this city and its people, the nobles seek to make it a plaything. En zo leer je dus Venetië kennen. En als je dan uiteindelijk echt een Venetië bent, zonder dat je er ooit bent geweest, keer de weg. Misschien moet ik eens gaan rennen. Map kijken, maar het is wel vreemd dat ik helemaal in de buurt van plaats zou komen. Destination. Om dit spel te spelen ben je echt gewoon een 2 weken bezig hoor, misschien zelfs een maand. Dan speel je echt wel 1 uur of 6 per dag. Ja, soms een dag niet, weet je wel, maar. We need to scout the palazzo carefully. See it from every angle. We just might find a way in. I know the tall campanile behind the palazzo. Or we might find a way to climb the back of the basilica. Do you have any ideas? I assume the front door is out. Robin. We'll try the front door as well, Saputello. Follow my lead. We're gonna try the front door of the palazzo. Nu met de kathedraal. Ik ben benieuwd waar die paarden zijn. Al die beelden hebben ze allemaal helemaal nagebouwd, hè? Maar ook al die schilderijen. Kijk. Zeker of Michelangelo dit heeft gedaan. Moet ik eigenlijk even nazoeken. Ik denk niet echt op Michelangelo. Zeg maar scans, hè. Nu ze gebrushmapt. Een high res. Nou, al die rode mannetjes zijn soldaten. Mocht iemand vinden dat dit filmpje een saai filmpje is, ik neem het eigenlijk ook een beetje op voor mezelf, weet je wel, zoals van vakantiefilmpje. Dus als jullie het niet leuk vinden, misschien vind ik het gewoon leuk. Ah, ik begrijp nog die toren moeten. Vriend, wat ben je? Je hoort achter me aan te klimmen.
missie. Oh. Mm-hmm. Zo hoog kom ik niet. Hoe kom ik dan boven? Vraag je af. Oh, ik moet naar beneden. Antonio. So, what do you think? We're not getting in this way. They'll have time to murder the Doge before we're able to get through all these guards. Well, all right, this way. Goed, gaan we andere kijken. Ik moet niet te dicht bij de soldaten komen, hè? Daarom moet ik een beetje voorzichtig lopen. Ik ben iets te bekend in deze stad, dus het is... Tegenwoordig hebben hier allemaal opera. Er zit een winkelcentrum in. Duidelijk hier omhoog. Toch? Ja. Een kunstmatige intelligentie is verbluffend. Het maakt niet uit hoe ik loop. Ze volgen me. Ze volgen dezelfde wet als ik. Ze vallen als ze niet uitkijken. Dan heb je ze maar voor plein. Nou, en dat soort vuur Engels heb je dus niet, hè? De walls are impossible to climb on this side. Goed, man, ja. Gelijk even de map vrij spelen. Kom erin, spring. Snel. Ik was straks een uur Assassin Creed op mijn kanaal. Why would anyone carry on like that?
Heel veel mensen zeggen dat Assassin's Creed veel op Prince of Persia lijkt. Nou, in wezen is dit gewoon Prince of Persia. Ik wil zeggen, het is dezelfde engine. Want het is, Prince of Persia is ook van Ubisoft. Het is alleen wat minder platformachtig en wat, ja, realistisch. Ik weet niet of dat het goede woord is. Oh ja, jij kan niet zwemmen, hè? We zijn dus een route aan het zoeken om het paleis binnen te komen. Hey, looks like there's a perfect path at the scaffolding to the roof of the basilica. Shall we? Shall we? Why would anyone carry on like that? Zo, ik kom hier niet omhoog. What I'm offering you, Signore. Listen to me, please. Or this will be your last chance. How dare you? I'm sorry. Mi dispiace. I meant nothing by it. I'm only looking out for your safety. We're running out of time. There's no way through this fence, and there are guards everywhere. Diavolo! Let's go. It's impossible. There's no way in or out for me. Only birds. Yes, birds. Where are you going now? To see my friend Leonardo. Oh god, ik ga vliegen. Nooit rennen waar de politie bij in de buurt is. Nooit doen. Dit wordt een veel langer avontuur dan ik verwacht had. Ik dacht, we gaan even een aanslag plegen. Nee hoor. Ezio gaat vliegen.
Something the idiot. Vide bene chi ride ultimo. I am not an idiot, I'm an assassin. May I introduce to you Leonardo da Vinci. I need your help, Leonardo. Does it work? What? What are you asking? Does it work, Leonardo? Can it really fly? I don't know. It's only a prototype, an idea. It's not ready yet. Have you tried it? No. It's too dangerous. To test it, you'd have to leap off a tower. Who would be mad enough to do a thing like that? Leonardo, I think you just found your madman. They fly away. So, how does she work? Have you ever watched a bird in flight? It's not about being lighter than air. It's about grace and balance. You must use your body's own weight to control your elevation and direction. Good luck, Ezio. Giving up. Whoa. Actually, I'm giving up. I can't believe it. It worked. It really worked. You flew, Ezio. You flew. See, but not very far. Well, what were you expecting? The machine wasn't designed for distance. All right, look, let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio, my men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built this pezzo di merda. Hey, it's not the machine's fault. It's mine. I checked and rechecked my blueprints. It's just impossible. Don't know how to extend the flight. Ah, che idea del cazzo! Eureka! Of course! I smell it! What is he doing now? It rises. It needs fire. Leonardo is trouwens een Asperger, hè? Dat wist je, hè? Leonardo, what good is one fire going to do? Not one fire, Ezio. A dozen, built all across the city. Enough to carry you from here all the way to the Palazzo Ducale. How? Ah, capisco. My men could do that, but you are forgetting about the guards. Don't worry, I will take care of them. I'll give the order to have my men leave behind you and hold the locations.
They light them all up the second the sun goes down over San Marco. To take care of the guards. We gaan nu vuren brandstapels maken, zodat er plekken zijn waar veel thermiek is, zodat het vliegtuig kan vliegen. Dus ga je boven de vuur hangen en dan stijg je op. Zo werkt het met twee vliegen ook. Maar goed, op die plekken zijn dus nu nog wachters en die moeten eerst eens allemaal dood. En wie mag dat gaan opknappen? De huurmoordenaar. Dus. Hier het eerste clubje en oh god, het is meteen een... Ja, daar ga je met je zware wapenuitrusting, hè? Kan je niet zwemmen. Kunstmatig mensenleven is niet veel waard in Venetië. Volgens mij moet ik helemaal naar de andere kant van de rivier als ik dat zo zie. Even op de map kijken. Nee, niet op de map. Nou, dat zijn we best nog wel. Dus even centjes pakken.
niet boven dat schip. Kom op, je kan me niet zien. Zijn ze niet? Wat zijn ze dan wel? En de verkeerde target. Thank you.
jongens. Dat is niet helemaal duidelijk. Waar zijn jullie? Reduce distance target. Target. Target ook niet. Ik krijg toch de indruk dat ze op het dak staan, hoor. Dat snap ik. Ik denk dat jullie boven zijn. Even boven kijken. Hier zie ik niemand. Juist, ja. Wacht even. Nou, wat ze nu toch allemaal gehad hebben. En weer clear 3 van de 4. Dit al om een uur. Dit wordt echt een film van anderhalf uur. Maakt niet uit. Is leuk. De Leeuw van Venetië. Dat is mijn target. Yo.
aan de zijkant, aan de zijkant, zo. Daarachter moet er nog iemand zijn. En daar is hij ook. Niet allemaal gehad. Ah, daar ben je. Er niet bij. Te laat. Ja, ook hebben we zeker. Ziet er wel zo uit. Ze mag niet. Nou, ik zie dat er nog eentje over is. Kilo's Archers, maar... Aha. Daar zijn ze.
Springen jullie nou serieus het water in? Handig. Dit is geloof ik wel de meest relaxte walkthrough die op internet te vinden is. Ja, daar ben je. Toen ik zomaar gehad. Oké, dan mag ik weer terug naar ik heb zomaar gehad, ja. Even naar jou toe. Oh, die foto heb ik al een keer eerder gemaakt. Druk hem opknopen, kom kopen, maak hem af. Dom, dom, dom. I've been drinking, I've been swimming, dear. Kijk hier naar een poster. Nee. Oeh, kom, rats. Even op
alles weghalen. Zocht iets, joh. Dada. Zo, dan ben ik vrijwel anoniem. Ik ergens bovenop zijn nu ineens weer. It's time. You did it. It's beautiful. See. Now let's hope your idea works. Because we're nearly out of time. Listen close, Ezio. You're going to want to fly from fire to fire. The heat of each one you pass over should lift you back up in the air again. Bene. Careful, Doctor. Bene, zegt hij. Archers out on the roof tonight. Het is een boer, hè? Avoid those arrows. Or it will be a short trip. I wish there was some way I could use my sword while flying these things. Well, you do have your feet free. If you get close enough without taking an arrow in the head, maybe you could kick them off the building. Nice. It's now or never, amigo mio. Even mijn piefkoop afhe. En dan gaan we dadelijk airborne. Met de vliegmachine van Leonardo. En dan vliegen we dus naar het paleis naast de basiliek van San Marco. Om te voorkomen dat Il Doge wordt vermoord. Ja. Het leven van een assassin is best wel spannend. Ik wil het trouwens eventjes laten zien. Hier bij Ezio. Die krijg je bij de Collector's Edition. Was niet zo duur hoor, was gewoon €29. Want, Assassin's Creed 2 is eigenlijk alweer een paar jaar oud. Dat is het mooie van de tijd waarin we nu leven. Dat er steeds meer hoogkwalitatieve producten komen. Waar ondertussen alweer een nog hoogkwalitatiever product voor is. Bijvoorbeeld de smartphones van 4 jaar geleden of van 3 jaar geleden.
Die zijn eigenlijk al goed genoeg. Ik heb een iPad 2, maar ik heb ook nog steeds een iPad 1. Daar kun je eigenlijk alles mee. Maar die wordt wel steeds goedkoper natuurlijk. Er komt gewoon een punt dat je denkt van ja, heb je nou een quad-core telefoon? Terwijl ik eerlijk gezegd al niet weet waarom ik een dual-core telefoon nodig heb. Ik bedoel, de spreekkwaliteit gaat er niet op vooruit, eerlijk gezegd. En de YouTube-filmpjes spelen ook niet sneller af. En zo is dat met Assassin's Creed dus ook. Dat is Assassin's Creed 2, is geloof ik 2009, dus al 3 jaar oud. Maar waarom zou ik Assassin's Creed 4 voor 600 euro gaan voor 60 euro kopen? Als ik zoveel lol kan hebben in Assassin's Creed 2. Die 7,95 kost. Daar ga ik niet eens voor downloaden, man. Dat is trouwens ook wel zoiets. Ik vind dat als je het kan betalen, moet je het ook kopen. Als je het niet kan betalen, vind ik best dat je iets kan downloaden. Maar je mag de industrie wel een beetje ondersteunen. Shoot! Shoot at my demon! What? Rustig, Tamik. Wat ik fout deed, maar ik deed iets fout. Gelukkig ben je in dit spel met een kat en heb je 9 levens. Waarschijnlijk wel meer. Shoot! Shoot at my demon! Ik ben niet bang dat je soldaat, hè? Tamik. Dan zie ik wel overal vuur. Ik zie niet waar ik naartoe moet vliegen. Gewoon de palazzo. Ik wil niet hier zijn. Nee, maar niet. Of ben ik dat groene manneke? Ik ben het groene manneke. Nee, ben ik niet. Ik moet naar het groene manneke.
idee waar ik naartoe moet. Blij moet ik hier naartoe. En, hè? Ik ga eens even... Waar moet ik naartoe? Ik denk dat ik hier naartoe moet. Nee, ik moet naar de Palazzo. Naast het Van Marcoplein. Oh, die is hier, als het goed is. Bijna. Dat hier het palats is. Hoppa. Don't worry. Probably just kids with firecrackers. Sure. Come. It's your move.
I'm detected. Dat is niet eerlijk. Nou, we gaan een andere strategie pakken. Waar moet ik naartoe? Daar moest ik naartoe. You are too late. The Doge is dead. What, Carlo? Apologies, Signore. But you should have listened to me when you had the chance. Seems you have failed, assassin. Forgive me, Signore.
I tried. Why? What was it all for? Oh. Assassino! Assassino! He's killed the Doge! The Doge is dead! Waar is Carlo Grimaldo dan? Boven of zo? Druk. Wel, ga omhoog. Spel echt nukken hoor. Je gaat er vooruit gek. Ik klimt. Waar zit Carlo Grimaldi? Kijk bijvoorbeeld dat springen. Ik zeg helemaal niet dat hij moet springen. Waar zit je dan? Dan kan die Grimaldi toch helemaal niet rennen. Grimaldi, waar hang je uit? Daar hang je uit. En dat is niet eerlijk. Zo. Zo doe je dat. It takes one assassin to kill another, it seems. We kill thinking it's best for us. We not, Messer Ezio. I do this not for myself. Compio questo sacrificio per il bene superiore. Requiesto in pace. In pace. Yeah. You killed me? You killed me! You killed me! Alright, alright! Oh, Jesus. Ik ga even vechten. Ik kan ook vluchten, maar... Waarom vluchten als ik kan vechten? Om mijn agressie kwijt. Toch maar smeren. Bing. Zo.
6000 euro, florijnen verdiend. De huurmoordenaar vermoord van de Borgia's, maar ik heb de Duitse niet kunnen redden, want dat zat gewoon in het spel, de smeerlappen. En hier beëindigen we dan Assassin's Creed mee. Tenminste, deze spelsessie. Zo gaat het in zijn werk. En zo zijn er nog een stuk of, 40 missies. In een soort vervolgverhaal. En dan zijn er ook nog eens een keer 3 games. Dus rustig zeg maar een kwartaal, misschien zelfs een half jaar. Bezig om dit uit te spelen. De construct. Volgens mij moet het verhaal even afmaken, geloof ik. Feestje 4 of zo. Even kijken. Kloppen. Ezio! Dio mio! You're alive! Is it true? They say you killed the Doge. I was trying to save him, Leonardo. But the truth matters little. I failed. Now I'm the most wanted man in Venezia. Well, perhaps you're in luck. It's Carnevale in Venezia. This is the time when everybody goes without a face. That's why I'm here. Do you have a mask I can wear? Of course. Somewhere in here. Grazie, amico mio. And I have something for you. Oh, one of the codex. This one's quite complex. It's a new design, my friend. A mechanism for your wrist, but not a blade. In fact, it seems to be a kind of arma da fuoco. But as small as a hummingbird. Oh, I krijgt een wapen. Is that possible? Pik minder. Let's build it and find out. Wat leuk dat je echt zwaarden en mes hebt en geweren. Wow. Dus, oké, dat was hem. En dat was ik, achter de controls. Dit zijn de controls. Dan heb je weer wat geleerd. En tot de volgende keer.